We zijn vaker en vaker bezig met onze gezondheid en dat is een zeer goed iets. En de smartwatch, dat kennen we ondertussen allemaal wel, maar er is nog veel meer op de markt. En vandaag ga ik het met Thomas, onze expert, hebben over de Aura Ring. Of ook wel uh, ja, de Connected Smart Ring, letterlijk, ja, hè, om aan je vinger te dragen. Thomas, welkom. Dank Wat kunnen we daarover vertellen? Wat dat is, is dat? is een slimme ring met een aantal sensoren. Ja, je draagt die en die meet bijvoorbeeld je hartslag. Temperatuur uh, telt ook als een stappenteller. Mm -hmm. uh, je verbindt die met je smartphone en dan via de applicatie kan je dan uh, uh, gezondheidsinfo raadplegen. Oké, okay, uh, dus uh, je draagt het om je, om je vinger. Ja. Ring of middelvinger, volgens mij maakt dat niet uit. Hè. De, er is ook een maatwijzer, ja, dat zag correct. ik online. Uh, dat is ook wel belangrijk natuurlijk, dat het past. En dat meet evenveel als jouw smartwatch? Um, evenveel parameters? Het meet redelijk veel parameters. Um, Smartwatch heeft ook vaak een gps, dus dat, dat is ook wel een extra... Dat heeft, ja. de, heeft de Aura Ring bijvoorbeeld niet. Het heeft ook geen schermpje. Nee, het heeft geen schermpje. Het is discreter, maar het is... Voor sommige sporten is het zeker niet handig. Denk bijvoorbeeld basketbal of boksen. Um, ah ja, natuurlijk, want dat, dat, dat geneert, ja. zoals ze zeggen. Ja. Inderdaad. <laughs> kan wel, of gewicht heffen, denk ik, dat ik hem ook ja. zou uitoen dan. Ja. Correct. Kan wel een voorbeeld voor mensen dat... Slapen en niet graag iets rond hun pols willen hebben, of net geen scherm willen hebben, kan ja, dat wel ja. een, een persoonlijk interessante maar, keuze zijn. Maar het maakt natuurlijk net, zo belangrijk, net nog belangrijker dat het geconnecteerd is met een app, hè, waar ja. je dan wel al die data kan raadplegen, uiteraard. Hè. Ja, ik, ik zag dat het ook temperatuur kan meten. Ja. En stappen tellen, zei je, maar, maar daar lijkt het mij toch. Ja, we, hebben, we hebben een snelle test gedaan om de sensoren te vergelijken ja. met andere fitness trackers en smartwatches. Um, die zijn redelijk ac zijn accuraat, maar niet beter dan, uh, andere, dan andere goede smartwatches ah, bijvoorbeeld. Ja, okay. um, maakt wel wat fouten, aangezien dat het aan je hand zit en mm -hmm. ja, er zaten meer fouten op. Ook uh, zagen we dat soms is de ring niet perfect contact maakte met je vinger, dus het ah, ja. dus ja. schommelde, waardoor dat er uh, wat meetfouten op liepen. Ja. Ja. Wat betalen we voor zo'n uh, Aura ring? Ja, dat is duur, 329 <laughs> euro. En, um, Eerste maand is gratis, maar daarna betaal je 5,99 uh, euro, 6 euro per maand. Abonnementkosten. Abonnementkosten om, abonnementskosten, ja. om um, meer functionaliteit in de app te hebben. En ah, zonder ja. het abonnement heb je eigenlijk echt weinig in die app. Dan heb je maar drie scores op uh, paraatheid, een activiteitsscore en slaap. Ja. Maar uh, om details te raadplegen, de enige manier is om een bestandje te downloaden en zelf in te kijken. Um, maar dus alles qua stappentelling, uh, remslaap, al die interessante dingen krijg je dan niet te zien. Dan moet je enkel dus, dan moet je de app, uh, of ja. het abonnement nemen liever. Ja, correct. Dus het is, het is een duur toestel en presteert niet beter dan een smartwatch. Met een smartwatch krijg je eigenlijk wat meer. Uh, en fitness trackers vinden dat al voor veel goedkoper. Ja. Ja. Heb je um, misschien ook een vergelijking van de kenmerken en hoe het presteert? Ik denk dan bijvoorbeeld aan batterij, dat is toch ook iets, hè? want het werkt waarschijnlijk op een batterij. Ja, het um, gaat ongeveer twee à zeven dagen mee, uh, mm -hmm. de, afhankelijk van hoe, hoe oud dat is en hoe lang dat die batterij verouderd is. Um, om op die op te laden duurt uh, 69 minuten en mm. ja, dat is het ongeveer. Oké. Okay. Ja. En wat vind je het belangrijkste misschien verschil en misschien wel nadeel bij de Aura Ring? Als je zo vergelijkt met een smartwatch. Ja, je hebt geen schermpje. Je hebt dus geen ik... scherm. Dat is, dat is een persoonlijke keuze. Mm -hmm. Sommige mensen vinden dat niet leuk om de hele tijd verbonden te zijn. Um, ik denk het grootste voordeel is dat het is discreter is. Het is kleiner. Ja, ja. Je moet er minder over nadenken. Leeltje, ja, ja, correct. Um, nadelen zijn natuurlijk minder functionaliteit. En de prijs natuurlijk. Ja. Ja. ja, en als je dan kijkt naar uh, de ring, ja, slaap. Ik zag online dat veel mensen het wel echt fantastisch vinden om je slaap te tracken. Hè. Dat, gaat, dat kan handig ay, kan aangenamer zijn om, uh, om het uh, dan, dan, dan een armband te ja. raken. Hoeveel generaties van die ring zijn er ondertussen? Welke hebben jullie getest? We hebben recente drie getest mm -hmm. we hebben een sneltest gedaan, een uitgebreide test. voor een uitgebreide test zitten we in het labo. We zien dat de vier al uitgekomen is. Er zijn ook nog andere er zijn ook concurrenten op de markt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, de Galaxy Ring, de Icewatch en ah, ja. de Amazfit. Uh, dus die, die gaan we ook binnenkort testen. Ja. ja, als je dat als man aandoet, dan denken ze dat je getrouwd bent. Dus er komt heel veel bij kijken eigenlijk. dingen beslissing ja. om die ring mm -hmm. te dragen. Ja. Uh, nee. Moeten we daar nog iets over vertellen? Um, nee, ik denk dat. Uh... Ben je zelf van? Zou je hem zelf uh, dragen? <laughs> ik heb het uh, in het begin heel hard liggen overwegen, omdat <laughs> ik vind het zelf niet, leuk, niet aangenaam om. Uh, om een horloge te dragen? Te ja. um, aan de kant vraag ik me heel hard af ja, waarom... Ja, is... Ik ben er ook niet zo hard mee bezig, met al dat, dat tracken denk aan veel ja. mensen de smartwatch net wel handig vinden, dat ja. ook je incoming calls en berichten kunnen gelezen worden. Correct. Dat kan je uiteraard niet op die ring, nee. veronderstel ik. Nee. Hij is iets dikker, zeg ik, maar dat, dat, dat ding moet best wel veel bevatten. Hè. Ja, dus, uh, er zit niet... een batterijtje in ja, of zo. Ja, 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 ja. ja, het is eigenlijk wel een, uh, een fantastisch ding, puur als je daarover nadenkt. Technologisch gezien technologisch is het Technologisch zo gezien, zo gezien ja. inderdaad. Maar jij zou zeggen, wacht nog even rustig af. Ja. Als je net een smartwatch hebt gekocht... Zeker. Houd dat, die dan maar bij. Het is ook een... Vrij nieuwe markt. Andere ja. fabrikanten zijn er ook mee bezig nu ringen te ontwerpen. Dus ik zou een beetje afwachten tot die prijs daalt. Ja, inderdaad. 329 euro zei je. Ja, dat en 6 vind... euro per maand. Dus, uh... Ook nog, dus, vind, dat is eigenlijk wel ja. heel veel geld. Oké, okay, Thomas, dan één adres, hè, onze website. Als mensen dat nog even willen nakijken, nalezen. Ik denk ja. dat je een drie-viertal kleurtjes ook hebt in de ring. Mm -hmm. En één model, hè, die Aura-ring. In design. Ja, ja, correct. Oké, okay. kijk, als je zin hebt om het toch eens uit te testen, dan uh, moet je het uh, zeker doen. Maar kijk toch eens op onze website, want daar vertellen we je alle voor- en nadelen, uiteraard, zoals u van ons gewend bent. En dan wens ik u nog een hele leuke dag en tot volgende keer.